En vandaag is het dan zover. We gaan ons opmaken voor de tweede en derde race van de Benelux Clio Cup. Met een fantastisch publiek, met een fantastisch evenement. We zijn er klaar voor. Veelwielspin is een probleem. Ah, oh, veelwielspin bij daar bij Niels Langeveld, maar komt toch goed weg. Raceren, nee, Steenmens. Misschien Koelkloes nog wat dan ook. Hoe zou, wie zal het zeggen? Maar goed, hij ligt eruit. Ja Niels, ik weet dat je een driver bent. Blijf rijden, misschien gaat ze pas ook nog een keer over de lijn. Maar het is volslagen gek uit. Oké, ik neem hem nu. Het is gewoon zo. Duiken ze naar rechts, duiken ze hier rechts. Niels Langeveld pakt hem. Niels Langeveld pakt deze track limits. Je had hem een ronde eerder. Laatste ronde. Ja, en dan gaat... Daar gaat David Sebastian Bleek. Een van de gekste races ooit. Dit maak je niet zelden mee. Het halve veld een drive-through. Ik lag aan de leiding. Ik vergrootte mijn voorsprong tot 2,5 seconden. Daar kwam Sebastian hard dichtbij. Die ging hard. Totdat Melvin de Groot drive-through. Ik denk, track limits en kreeg ook al een waarschuwing. Iedereen kreeg een waarschuwing. Toen kreeg ik een drive-through en toen kreeg Sebas ook een drive-through. Dus de hele top 3 kreeg een drive-through. Uiteindelijk tweede geworden. Sebas was doorgereden. Die is in de pitstraat gefinished. Werd uit de uitslag gehaald, wat ik net hoorde. En P2 en gewoon hele goede punten gepakt. Nou, dat is toch wel fantastisch. Eerste race zit erop. Straks mogen we nog een keer. Ja, kijk eens, fantastisch publiek om voor te rijden. Zijn. Dat was hem race 3, gewonnen. Ja, yes. Ik ben wel blij mee om zo af te sluiten. Ik had een enorme druk van Blekemolen. Maar het ging allemaal goed, ging allemaal ver. Zit er heel dicht op. Auto was wat onstabiel, mocht geen foutjes maken. Ah, ronde na ronde, 30 minuten lang, dat is wel verzweet hoor. Ah, topresultaat, 25 punten. Ik weet niet wie de snelste ronde had, maar maakt op zich niet uit. We hebben weer de voorsprong in het kampioenschap uit weten te bouwen. En dat is waar we het voor doen. Dus ik ben super tevreden over dit weekend.